Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe collectie van Makeup Revolution. De DC Mad Love and Dangerous Love collectie. Dit is dus weer een samenwerking met DC. Voor de mensen die DC niet kennen, dat zijn allemaal strips en zo. Superhelden, et cetera. Zoals Batman, Superman, de Joker en nog een heleboel andere bekende superhelden en villains. En nou zijn ze uitgekomen met een soort van twee collecties in één. Mad Love and Dangerous Love. En dit is een beetje een superhelden Valentine collectie. Want het heeft allemaal te maken met de relatie tussen de Joker en Harley Quinn. En Batman en Batwoman, als ik het goed heb. Mad Love gaat over de Joker en Harley Quinn. En Dangerous Love gaat over Batwoman en Batman. Ik heb gewoon alles gekocht. Ik heb letterlijk de hele collectie gekocht. Het is oogschaduw, blush, highlighter, lipsticks, echt van alles. En we gaan gewoon vandaag kijken wat we ervan vinden. Deze collectie is echt net nieuw. Dus ik ben super benieuwd. Alles vandaag is een eerste indruk. Ik heb nog helemaal niks gebruikt. Dus we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we van deze liefdescollectie vinden. Dus vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien zit mijn hele basis er al op. Foundation, concealer, poeder, etc. Want daarvoor hebben we niks in deze collectie. En we gaan beginnen met het oogschaduwpaletje. Dit is het Makeup Revolution X DC Mad Love Forever Flawless Shadow Palette. En dit is dan de inhoud. 18 prachtige matte en glanzende kleuren. Er is ook Impressed Glitter. En het zijn hele felle kleuren. Dit is dus van de Mad Love collectie. Deze is best wel heftig en kleurrijk. En van de Dangerous Love collectie is er ook een paletje. En die is meer neutraal. Maar ik dacht, ik ga weer voor een beetje kleurrijk. Ik heb al eventjes geen heftige kleurrijke look gemaakt. Dus vandaar dat dit paletje mij op dit moment meer aansprak. De kleuren zijn echt de Joker all over. En Harley Quinn all over. Ik vind het ook heel leuk dat er hier Impressed Glitter zit. Ik hou altijd van glitters en Impressed Glitters en zo. Dat weten jullie. En ja, het is gewoon allemaal heel fel. Roze, groen, rood. En ik denk dat ik vandaag een beetje een Harley Quinn look wil maken. Dus twee verschillende kleuren op beide ogen. En op die manier kan ik ook meer kleuren gebruiken. Het paletje is gewoon hun normale blikje-achtige verpakking. Het ziet er gewoon oké uit. Oké, voor de prijs niet al te duur. €12. Dat is een normale prijs voor hun paletjes. Je ziet ook zo hun twee hierop staan. En dan Mad Love. Dus ik vind dit er allemaal echt heel cute uitzien. Je kunt hier ook een hele mooie everyday look meemaken. Pak gewoon één kleur en breng het gewoon aan over je hele ooglid. Dan is het wat makkelijker. Maar ik ga vandaag toch wel voor een wat heftigere look. Dus laten we gewoon gelijk beginnen. Laten we inzoomen op de ogen. Ik ga eerst mijn ogen primen. En omdat dit een Makeup Revolution video is, ga ik ook hun Ultimate Eye Base gebruiken in de kleur Light. Dit gaat ervoor zorgen dat de kleuren wat heftiger aanbrengen. Vooral als je ingaat met dit soort heftige kleurrijke kleuren, raad ik echt aan om van tevoren in te gaan met zo'n primer. Ik ga wel eerst in met mijn Makeup Revolution tape om hier zo'n strakke lijn te creëren. Ik ga beginnen met deze felrode matte kleur. En die breng ik zo hier aan, vooral in de buitenste hoek. Dan ga ik in met deze oranje matte kleur. En met die kleur ga ik een beetje zo over de rand om het uit te blenden. Oké, voor nu laat ik het eventjes zo. Dan ga ik nou overswitchen naar het andere oog. Wat ga ik hier doen? Ik denk een beetje paars. Ik wilde gaan voor blauw, maar er zijn niet echt blauwe matte kleuren. En die zou ik dan wel moeten hebben. Dus ik denk dat ik ga gewoon voor paars. Dus ik ga beginnen met deze paarse matte kleur. En die breng ik dan ook zo aan. Net als hoe ik toen net die rode kleur heb aangebracht. Dan ga ik die paarse kleur uitblenden met deze roze matte kleur. Dit zit er ook goed op. Ik moet zeggen dat alle vier de kleuren echt gewoon goed aanbrachten. Nou ga ik een halve cut crease maken bij beide ogen. Dan breng ik nu deze geel-gouden glanzende kleur aan. En die kleur ga ik aanbrengen over heel deze cut crease. En ik maak hem kwast nat met fixing spray om de glanzende kleur wat heftiger te maken. Ik wilde eigenlijk hier een rode glanzende kleur aanbrengen. Maar ik dacht, ja, ik heb al een rode matte kleur aangebracht. En dan wordt het allemaal misschien veel te veel rood. Ik wil nog wel dat je gewoon echt goed de cut crease kunt zien. Dan pak ik weer een klein beetje van die rode matte kleur. En dan ga ik die hier inblenden met die glanzende kleur, zodat ik een mooie overgang creëer. Nu ga ik deze paarsroze glanzende kleur aanbrengen. En die kleur breng ik aan op het andere oog. En dan pak ik nu die paarse matte kleur. En dan ga ik die ook weer hier inblenden met die glanzende kleur. Nou jongens, ik moet zeggen, dit ging echt, echt goed. Zowel de matte kleuren als de glanzende kleuren zijn echt toppie. Ik ga nou even deze tape eraf halen. Een satisfying momentje. Nou heb ik hier gewoon zo'n strakke lijn. En dan ga ik hier altijd met mijn beauty blender zo overheen. Zodat je niet ziet waar die tape zat. Want het laat af en toe een soort van streep achter, zoals je kunt zien.
En dat haal ik dan zo weg met mijn sponge. Oh, I love the look. Ik vind het zo leuk geworden. Oké, maar ik wil eigenlijk ook nog die pressed glitter in het paletje gaan forceren. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik ga nu deze pressed glitter aanbrengen. Pak die gewoon een beetje met mijn vinger. Oeh, ook echt een hele mooie kleur. Een beetje een aparte kleur. En die wil ik hier zo een klein beetje aanbrengen op de rand van de glanzende kleur en de matte kleur, zeg maar. Gewoon een klein beetje voor wat extra, ja, vavavoem. En dit doe ik gewoon zo bij de ogen. Wauw, deze is ook echt prachtig. Het blijft ook gewoon goed plakken. Wauw, kijk hoe leuk dit is. Jongens, ik ben echt obsessed. En dit voor een paletje van slechts 12 euro is echt belachelijk. Dan nu ga ik alle matte kleuren die ik heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dus hier rood en oranje en hier paars en roze. En als laatste ga ik nog een met deze witte glanzende kleur. En die kleur wil ik bij beide ogen zo aanbrengen in de binnenste hoek voor een pop. En dan zijn we klaar. Kijk even hoe mooi deze ooglooks zijn geworden. Ik vind ze zo mooi. Wat is jouw favekant? Paars-roze of rood-goud? Ik vind ze echt allebei leuk. Ze staan mij ook gewoon allebei wel goed. Ik heb niet echt een fave. Ik denk dat ik, omdat roze mijn fave kleur is, zou ik gaan voor deze look. Maar dat is gewoon puur omdat ik gewoon echt van roze hou. Maar ik vind deze andere kleur ook echt heel mooi. Let me know, ben jij team rood of team paars? Laat me weten beneden in de reacties. Dit paletje was echt toppie. Ik ga nu mijn ooglook afmaken, wimpers, et cetera. En dan kom ik zo bij jullie terug en dan gaan we beginnen aan de blush. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik heb random wimpers op van Shein. En ik heb een paars en een rood oogpotloodje aangebracht in de onderste waterlijn. Ik ben nog steeds echt obsessed met beide ooglooks. I love them. Nou, ga ik beginnen aan de blush, dit blushpaletje. Dit is de Makeup Revolution X DC Matte Love Cream Blusher. En binnenin krijg je 4 prachtige creamy blush kleurtjes en een hele grote spiegel. By the way, deze hele collectie is ook vegan en cruelty free. Misschien ook handig om te weten, maar dat is nou echt like bijna altijd. Toen ik zag dat ze uitkwamen met een cream blush paletje, maakte dat me echt heel enthousiast. 4 blushes in 1. En ze zien er ook echt prachtig uit. 2 felle kleuren, fel roze en oranje. En 2 wat diepere kleurtjes voor als je een donkerdere huidskleur hebt. Dit is helemaal mijn ding. Ik hou van cream blushes. Ik heb ook geen poeder aangebracht op mijn wangen, omdat ik dus inga met deze cream blushes. En dit ziet er echt top uit. Je kunt ook kleuren mixen. Je kunt echt gewoon doen wat je wilt. Dus ik denk dat ik echt goed inga met deze fel roze kleur. Die heet Arkham of zoiets. En ik ga gewoon gelijk in met mijn blush kwast. Dit is de kwast die ik altijd gebruik voor cream blush. En dan pak ik gewoon zo'n klein beetje. Ik begin met niet al te veel, want ik heb geen idee hoe gepigmenteerd het gaat zijn. En dan breng ik het gewoon zo aan. Je kunt het gewoon letterlijk aanbrengen als een poeder blush. Oeh, mooi. Kijk dit. Ik hou van een roze blush. Ik vind dat altijd echt heel vrouwelijk. Ja, dit is echt top. Het is niet te gepigmenteerd. Je kunt het gewoon lekker opbouwen, lekker makkelijk. Het blendt ook echt gewoon top in. I love it. Dit is echt zo mooi. Nou, ook bij de andere wang. Dit is echt te makkelijk, jongens. Ik vind het veel makkelijker dan een cream blush in zo'n kleine tube die je er nog helemaal moet uitspuiten en alles. Dit is zoveel makkelijker. Je kunt gewoon zo ingaan met je kwast en het makkelijk aanbrengen. Dit is echt heel mooi. Het is ook heel mooi dewy, heel mooi glanzend. Ik pak ook een beetje van die oranje blush gewoon omdat ik het gewoon wil proberen. En die breng ik er ook op aan. Nou, je kunt die niet echt goed zien. Die roze kleur is echt veel heftiger. Maar jongens, I like it. Ik vind het echt heel mooi. Het brengt ook echt topje aan gewoon. Next up is nog een paletje, maar dit is een highlighter paletje. Dit is de Makeup Revolution X DC Dangerous Love Highlighter Quad. En dit is de inhoud. Je krijgt 4 verschillende highlight kleurtjes en een hele grote spiegel. Dit is dus het eerste product van de Dangerous Love collectie. Je ziet dus hier Batman en Batwoman. Super leuk. Ik word alleen niet heel enthousiast van de kleuren die hierin zitten. Het zijn 4 kleuren, maar het zijn letterlijk 2 roze kleuren en 2 bruine kleuren. Ik had ook wel gewoon een hele andere soort kleur erin gewild. Misschien iets van champagne. Dat matcht met mijn huidskleur of een wit gekleurd voor de hele lichte huidskleur. Dit vind ik een beetje moi. Er staat ook online dat je het ook kunt gebruiken als blush of als bronzer. Maar daar is het echt veel te glanzend voor. Ik denk niet dat je zo'n heftige glanzende kleur wilt aanbrengen als bronzer. En ook niet dit als blush. Dus ja, ik vind het wel jammer dat de kleuren echt op elkaar lijken. Ik zie amper verschil met de 2 bruine kleuren en de roze kleuren. Maar ja, laten we het gewoon proberen. Ik denk dat ik inga met deze roze kleur hier. Die heet Rooftop. Ik denk dat dit wel allemaal te donker gaat zijn voor mij. Maar whatever. Ik breng het gewoon hier aan. Ja, het is oké. Deze kleur is een beetje roze goudachtig. Het is wel een tikkietje donker. Maar ik heb het gevoel dat ik er wel mee wegkom. Het is wel heel mooi glanzend zoals je kunt zien. Het laat wel heel veel structuur zien. Ik weet dat heel veel mensen daar niet over houden. Dan ga ik nou in met deze bronzy kleur. Die heet Haley Circus. En die breng ik een beetje hier aan.
om wat glans aan te brengen op mijn voorhoofd. En dan ga ik weer terug in met de kleur Rooftop. En die breng ik ook een klein beetje aan op mijn neus. Ja jongens, deze kleuren matchen gewoon echt totaal niet met mijn huidskleur. Ze zijn echt, echt best wel donker. Maar ik vind het ook niet zo mooi dat het zoveel structuur laat zien. Dus ja, ik denk dat ik over dit paletje het minst enthousiast ben tot nu toe. Dan heb ik hier nog twee lipproducten. Een lipset en een lipstick van allebei de collecties. Ik ga beginnen met de lipstick. Dit is de Makeup Revolution X DC Matte Love Lipstick. En dit is dan hoe de lipstick eruit ziet. Er staat op Suicide Squad. Dat is de film waar zowel de Joker als Harley Quinn in zat. En dit is dan de kleur. Het is een hoog gepigmenteerde dieprode kleur. Oké, dit is dus weer van de Matte Love collectie. En ja, het is best wel een donkere kleur. Ze hadden ook maar één kleur. En de kleur heet dus Matte Love. Die ga ik eerst aanbrengen. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Een hele mooie diepe kleur. I like it. Prachtige kleur jongens. Er staat online dat het een bloedrode tint is met een lichte glans erdoorheen. Naar mijn mening is het gewoon een matte lipstick. Het brengt ook zo stroef aan als een matte lipstick. Maar het is heel gepigmenteerd. Ik vind hem ook echt heel fijn om aan te brengen. Want je kunt echt heel makkelijk een strakke lijn maken. Ik heb niet eens een lippotloodje hoeven te gebruiken. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook wel mooi staan met de look. Dit is zeker een kleur die ik zou dragen. I love it. Het voelt ook heel fijn op de lippen aan. Het droogt niet uit ofzo. Heel mooi. Het is een creamy matte lipstick. Echt een perfecte mix van creamy en mat. Dan ga ik nu in met de lipset. Dit is de Makeup Revolution X DC Dangerous Love Lip Kit. Dit is dus een lipkit met een lippotloodje, een lipstick en een lipgloss. Je ziet hier weer Batman en Batwoman. Ik vind het wel apart dat de ene collectie gewoon echt één lipstick heeft en de andere heeft een hele lipkit. En dit is in een meer nude kleur. Dit zijn dan de drie producten die je krijgt. Dus zo'n lippotloodje, een lipstick en een lipgloss. Even de lipstick bekijken. Ja, een hele lichte bruinige nude kleur. Ik denk dat deze kleur wel op veel huidskleuren zou werken. Oké, dit is dan het lippotloodje, de lipstick en de lipgloss. En het zijn een beetje peachy nude kleurtjes. Een aantal dingen vielen me al gelijk op met het swatchje. Het lippotloodje is zo creamy dat hij gewoon echt gelijk kapot ging. Dat is iets te creamy. En de lipgloss is niet echt een lipgloss. Het is een beetje zo'n whipped formule. Zo'n slagroomformule. Echt heel apart. Het is echt totaal niet glossy. Maar ja, ik ga het gewoon aanbrengen en we will see. Oké, dit is gewoon letterlijk een oranje kleur. Het staat me echt voor geen meter. Deze lipkit is echt helemaal niks. Het lippotloodje is te creamy. Terwijl ik het gewoon aanbreng, is hij gewoon helemaal aan het afbrokkelen. En hij is super plakkerig. Mijn hele lippen gingen plakken hierdoor. De lipstick vind ik oké. Gewoon een normale creamy lipstick. Ik vind alleen de kleur niet zo mooi. Maar ja, dat is een persoonlijke voorkeur. En de lipgloss vind ik ook helemaal niks. Het is letterlijk geen lipgloss. Het heeft echt helemaal geen gloss aangebracht. Het is gewoon, ik weet niet. Het lijkt gewoon op een lipstick. Dus nee, dit is echt geen succes. I don't like it. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was de Makeup Revolution X DC Mad Love and Dangerous Love collectie. Wat vinden we van de make-up look? Het is uiteindelijk echt goed gegaan. Ik vind de helft goed en de helft niet goed. Ik ben helemaal enthousiast over de hele Mad Love collectie. Deze Mad Love lipstick, het oogschaduwpaletje, de cream blush palette. Echt amazing. Alle drie de producten vind ik echt geweldig. En de hele Dangerous Love collectie vind ik helemaal niks. Ik vind deze highlighters gewoon niet mooi. Te donker. Maar ook gewoon de formule vind ik niet mooi. Je ziet er veel te veel textuur. En deze lipset, zoals ik al net zei, vind ik ook echt helemaal niks. Dus ik vind letterlijk de Matte Love geweldig. En de Dangerous Love helemaal niks. Dat is gewoon heel toevallig. Maar zo is het gewoon gegaan. Al met al ben ik wel echt heel blij met deze make-up look. Laat me ook nog weten, als je dat toch niet hebt gedaan, welke ooglook jouw fave is. Maar al met al, jongens, vooral dit blush paletje is echt gewoon, I love it. Het is zo makkelijk om te gebruiken. En je hebt gelijk 4 kleuren in 1. En allemaal super betaalbaar. Dit paletje ook. Echt super, super fijn paletje. I love it, jongens. Dus ja, ondanks dat ik een aantal producten niet goed vind, raad ik toch de hele Mad Love collectie zeker te weten aan. Alles is gewoon te koop online bij Pussy Shop. Ik ben weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat je vond van deze collectie. Alle producten, de make-up look. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten welke collecties, producten, et cetera, je nog meer zou willen zien op mijn kanaal. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!